Nog een wetenschapper uit de archeologie en de taalkunde onderzoek je Mayenoor het runealfabet. Ze haar zeldzame objecten mijn naam uit Noord-Duitsland, Grijnsland en Engeland. U ziet het, een mooi versierd object. Is een beetje, 7e eeuw, zeg maar. En iemand heeft daar in runen, hier bovenop, zijn naam gezet. Hè? Dus hier staat Ura, hè? Dat is de naam van de persoon. Er staat ook nog me voor, dus dat betekent eigenlijk ik ben Ura. De runetekens hebben een soort overeenkomsten. Er zijn dan bepaalde eigenaardigheden in de tekens of in de uitspraak. En dan blijkt dat dat oude Fries en het oude Engels dat het eigenlijk ongeveer hetzelfde is. Nou, wisten we dat al wel, maar je kunt het nu ook bewijzen, zou ik maar zeggen, aan de hand van deze inscripties. Dit runemateriaal dat stamt uit de Eremitium, 4e, 6e, 8e, 9e eeuw. En dat zit dus nog lang voor dat het Oud-Fries op perkament begint. En dat is zo mooi, dat we hier nog een paar woordjes taalmateriaal uithelje kennen. Het is lang niet altijd duidelijk wat erop staat, dat is nog een probleem met die rune. Het is ook net duidelijk waarom het runealfabet uitvonden is. De wetenschappers willen nog uitzieken waar de verschillende runetekens waar komen. Die runeinscripties uit deze tijd, die binnen ook griezelig dreig om te interpreteren. Maar krijgt toch deze verlieking, krijgen we er vaak zo'n paar woordjes bij. Of omdat we wat rune vormen wat beter interpreteren kennen aast. Of omdat er in Engeland stikken lezen die het achterover door het Fries binnen. Dus dat is wat er in zit mogelijk. Want extraatjes, extra voor het Fries is maar. Het runealfabet begon in Scandinavië met 24 letters. De Angelsaksen en de Friesen hadden er letters bij maken. Dit is een typisch Frieske A. Resultaten van de studiedag zullen onder oren te zien wijzen bij het Fries Museum en de Frieske Academie.